kwijtgeraakt door de Anne Frank-boom. Maar wij hebben al eerder een interview met Marot. Maximaal. Is this the chest that trees are going to take down? Yes. It is? Yes. Zaterdag 13 mei 1944. Liefste Kitty. Gisteren was vader jarig. Vader en moeder waren 19 jaar getrouwd. Het was geen werkstedag en de zon scheen zoals in 1944 nog niet geschenen had. Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei. Hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar. There is a hidden cat in the business. Who is the hidden cat with four legs? Miss Ed. Look, technology today, listen, we didn't have scans, we didn't have things. Today they had a scan of my... So for me, the 13th of November yesterday and 21st of November is a day of betrayal. Again. A day of betrayal to the spirit and what Anne Frank wrote. What this tree represented to her, hope, light, which she did not have, unfortunately. But she did have it because she still lives. This garden there has not been even one leaf or anything has been taken out from. I'm talking as a professional who thinks that natural goods, cultural goods of historical and memorial value should be conserved, kept, and passed on as our common heritage. Van een boom is per definitie dood, kernhout. Ja. Wij zijn al anderhalve maand in volle vaart bezig. We zijn niet eens gehoord van wat is de stand van zaken. We worden geconfronteerd met het feit dat volgende week woensdag die boom weg moet, omdat deze boom acuut gevaar zou betekenen voor de omgeving. Wat niet zo is volgens u? Wat niet zo is.